je moet werkelijk doorheen je negatieve, eventuele negatieve gedachten en gedachten van tegenslagen van de laatste jaren, want het is crisis en storm geweest. Wij moeten ook daarvoor een stuk bij God zijn om die af te leggen. Of je draagt weer een nieuwe rugzak mee die u gaat saboteren in uw toekomst. Een toekomst die God voor u plaveit. En daarom zie ik doe iets nieuws. Zult gij er geen acht op slaan? Vergeet wat altijd is gebeurd. En ik maak een weg in de woestijn. En daar wil ik vertrekken. Wij zitten niet op het topje van Gods aanwezigheid, van blijdschap, van positivisme, van goesting om voor God te leven. Ik noem maar een paar dingen op die zo bij mij boven komen. Van toewijding, van aanwezigheid in de kerk. Het is net op een dieptepunt dat God zegt, nu begin ik iets nieuws. Heb je het al gezien of heb je het nog niet gezien? Dat is mijn eerste vraag aan u. Om te testen of u geestelijk mee bent. Hebt u al gezien dat er iets nieuws is? Kom daar direct op terug. Want dat moeten we vastpakken. En dan is de vraag, Heer, wat moeten wij doen?